Welkom bij deze video Begrijpbaar Recht. In deze reeks bespreken we belangrijke elementen van het internationaal recht met in deze video conflicten oplossen tussen staten. In de vorige video zagen we al het belang van goede samenwerking en samenleving tussen staten, de coexistentie en het verbod van geweld tussen staten. Het toepassen van geweld is slechts in strikte gevallen toegestaan om de vrede te bewaren. Staten dienen eerst conflicten op te lossen op een vreedzame manier. Er zijn namelijk verschillende manieren voor het oplossen van conflicten tussen staten, de geschillenbeslechting tussen staten. Die manieren gaan we bespreken in deze video. Ten eerste de eenzijdige maatregelen. Een staat kan eenzijdige maatregelen nemen om een andere staat ertoe te zetten om zijn verplichtingen na te komen. Een staat kan twee type maatregelen nemen ten opzichte van een andere staat als er sprake is van schending van de rechtsplicht door de betreffende staat. En dat is via retorsies en represailles. Voorbeelden van retorsies zijn het verbreken van diplomatieke betrekkingen of het verscherpen van bijvoorbeeld visavoorwaarden. Een staat mag deze retorsies inzetten jegens een andere staat. Het tweede maatregel zijn de represailles. Ook wel tegenmaatregelen genoemd, of in het Engels countermeasures. Represailles zijn in tegenstelling tot retorsies op zichzelf niet toegestaan. Ze mogen echter wel ingezet worden om de onrechtmatige daad van een andere staat te stoppen. Daarnaast mogen represailles alleen ingezet worden door de staat die getroffen is door de onrechtmatige daad, de injured state. Ook moet de getroffen staat de andere staat eerst de kans geven om te herstellen, alvorens de represailles ingezet worden. De represailles dienen evenredig te zijn met de getroffen schade. Ook dient er eerst onderhandeld te worden. Daarnaast mogen er geen represailles worden genomen als de zaak is voorgelegd aan een internationale rechtbank. Dan de tweede manier, de diplomatieke geschillenbeslechting. Hierbij wordt er tussen staten. Of met behulp van een derde partij onderhandelt over het conflict. Onder diplomatieke geschillenbeslechting vallen onderhandelingen, goede diensten, bemiddelingen, feitenonderzoek en conciliatie. Bij onderhandelingen proberen de Staten het geschil op te lossen. Bij goede diensten maken Staten gebruik van een derde partij als ze er zelf niet uitkomen. De derde partij zorgt dan vooral voor de communicatie tussen de twee Staten. Bij bemiddeling, dat gaat net iets verder, heeft de derde partij een veel actievere rol om mee een oplossing te bedenken dan het feitenonderzoek. Hierbij is de derde partij betrokken die de feiten in kaart brengt van het geschil. Na dit onderzoek zal via onderhandeling of bemiddeling alsnog geprobeerd worden om het geschil op te lossen. En de laatste vorm, de conciliatie of verzoening. Dit wordt meestal gedaan door een conciliatiecommissie. Die doen dan het feitenonderzoek en komen met een voorstel voor oplossing. Deze voorstellen zijn echter allemaal nog niet binnen, tenzij de partijen dit vooraf zijn overeengekomen. Dan kunnen ook nog internationale organisaties een rol spelen bij het voorkomen en oplossen van conflicten tussen staten. Vooral de Verenigde Naties met de Veiligheidsraad spelen hierin een rol. Internationale organisaties kunnen ook een rol spelen in de toezicht en naleving van verdragen. Een toezichtsprocedure geeft meestal geen bindende rechtsgevolgen. Soms hebben bepaalde toezichthoudende organen de bevoegdheid om sancties op te leggen. Een andere methode om conflicten op te lossen is arbitrage. Een arbitragetribunaal wordt voor een specifiek conflict opgericht op twee manieren. De eerste manier is dat staten na een geschil, bij verdrag, bij compromis, een arbitragetribunaal oprichten en daaraan bevoegdheid geven om het geschil op te lossen. Of de tweede manier is dat staten kunnen bepalen dat geschillen in de toekomst worden voorgelegd aan een arbitragetribunaal. Arbitrage leidt tot bindende uitspraken, echter biedt dit nog wel ruimte voor herziening of vernietiging. Dan is er natuurlijk ook nog de rechtspraak om geschillen op te lossen tussen staten. Bij rechtspraak is er, in tegenstelling tot arbitrage, een rechtsprekend tribunaal die de uitspraak doet. Deze is permanent in zitting. Er zijn meerdere internationale rechtbanken. Allen zijn ze gelijkwaardig aan elkaar. Voor Nederland zijn het internationaal gerechtshof, het Europees Hof van de Rechten van de Mens en het Hof van Justitie van de EU de belangrijkste. Deze worden in aparte video's behandeld. Kortom, om vrede te bewaken zijn een aantal principes van belang: de rijkwijde van rechtsmacht van staten op land en zee, de algemene beginselen tussen staten, de juridictie en immuniteit. Bekijk de andere video's voor een volledig beeld van het internationaal recht. Bedankt voor het bekijken van deze video. Volg mijn kanaal om binnenkort meer video's te ontvangen over begrijpbaar recht.